Hoi, leuk dat je kijkt naar deze planvideo. De eerste planvideo voor de maand september. Het thema voor deze maand is Back to School. In de video waar ik het maandoverzicht laat zien, geef ik aan waarom ik voor dit thema gekozen heb. Dus, mocht je dat gemist hebben, dan kan je dat hier rechtsbovenin bij het informatiekaartje vinden. Ik heb besloten om geen vaste layouts meer uit te gaan proberen. Ik ben namelijk, sinds ik gestart ben met mijn bullet journal, maandelijks bezig geweest met één layout. Maar dat belemmerde mij toch wel een beetje in mijn creativiteit, want ik moest telkens maar weer met dezelfde layout aan de slag, per maand. En dat werd op een gegeven moment toch wel lastig om daar iets te vinden bij het thema zelf. Dus vandaar mijn keuze om per week te bekijken hoe ik het thema ga verwerken. Voor deze week heb ik gekozen voor een aantal schoolitems, zoals notitieboekjes voor de dagen, potloden om de dagen van de week op te schrijven en voor de zondag een liniaal. De zondag is namelijk wat anders dan de andere dagen, omdat ik daar geen ruimte meer had om nog een notitieboekje te plaatsen. En de liniaal paste leuk bij het thema, dus ik dacht, waarom niet op die manier? Om deze layout er nog een beetje verder op te leuken, heb ik ook nog een aantal losse tekeningen gemaakt. Zo heb ik linksonder in de hoek een aantal boeken gemaakt. En daarnaast had ik nog genoeg ruimte om een vlaggetjeslijn te tekenen met daarin Back to School. Ik ben echt super tevreden met deze twee pagina's. Het past echt perfect bij het thema. En daarnaast vind ik gewoon dat het er super leuk uitziet. Wat betreft mijn agenda heb ik een drukke week. Zo heb ik zaterdag een buurtborrel. Ik kom de dag ervoor terug van vakantie, dus ik moet natuurlijk ook nog mijn tas uitpakken, kleding wassen, enzovoort, enzovoort. Daarnaast heb ik donderdag een gesprek met de arts. Tijdens dit gesprek gaan we bespreken hoe de injectie zijn werk heeft gedaan en of er vervolgstappen nodig zijn. Ik begin nu pas na ongeveer 3 weken een heel klein beetje verschil te merken. Ik ben er nog lang niet. Maar hopelijk wordt dat nog beter in de komende weken. Ik vrees alleen wel dat ik nog 1 injectie zal krijgen, omdat het dus een klein beetje geholpen heeft. Maar ik kan nog lang niet alles wat ik eerst wel kon. Dus vandaar ook zoiets van misschien dat de arts zoiets heeft van we proberen nog 1 injectie. Maar goed, blijft spannend. Maar ik zal het natuurlijk op de hoogte houden in de volgende video. En daarnaast heb ik in het weekend ook nog een familiedag en een housewarming. Dus een hele leuke week in het vooruitzicht. Over leuk gesproken, vinden jullie de pagina's net zo leuk geworden als ik ze vind? Laat het dan natuurlijk even weten in de reacties. Vergeet daarnaast ook niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van mijn nieuwste video's.